Zaten we over. 3, 2, 1. Yes, gaat ie. Oh, oh, jongens, kijk eens. Cheaten, ben je? Je bent aan het cheaten. Hoi, superleuk dat je weer kijkt. Ik sta hier midden in het voetbalmedisch centrum op de KNVB Campus. Dit is dé plek waar Oranje traint. In deze serie neem ik je mee hoe het is om te trainen als Oranje. En vandaag is het tijd voor beentraining. Hé Patrick, als je bijvoorbeeld kijkt naar de benen van Matthijs de Ligt, en die zijn wel echt heel groot. Hoe krijg je die zo groot en zo sterk? Ja, naast natuurlijk veel voetballen en veel veldstaat waar je benen ook al mee pakt, hebben we natuurlijk ook strakke trainingsschema's die we hier in de gym uitvoeren. Waarbij we een beetje maximaal kracht, dus echt zwaargewicht, afwisselen met explosiviteit op de fiets bijvoorbeeld. Hey Dirk, jij hebt ook behoorlijke dijtjes, pootjes. Ja. Ja. Doe jij dit nog veel? Nou ja, met name de laatste 15 jaar van mijn carrière heb ik heel veel ook in het krachthonk gezeten. Ik denk dat het heel belangrijk is om hier ook jezelf te ontwikkelen en dat uiteindelijk naar het veld te vertalen. Ook nu ik gestopt ben, vind ik het toch fijn om nog te blijven sporten. Patrick, wat gaan we doen? Ja, we hebben hier twee apparaten staan. Aan de ene kant heb je een krachtapparaat waarbij je gewicht wat zwaarder in gaat stellen. En hier gaan we echt de verzuring in, want we gaan een stukje de berg op fietsen, waarbij je wel genoeg weerstand hebt. En staan zo snel mogelijk, echt alsof je op een berg zit. Wat we maar gaan doen dan? Ja. Je mag een gewichtje pakken waarbij je ongeveer 30 seconden net aan kan volhouden. Dus het mag best wel even pittig zijn. Heb je er nog gewicht erbij of niet? Nee, grapje. 3, 2, 1. Yes, gaat ie. Juist, goed. Hop, hoog tempotje. Lekker die berg op. En gevoel hebben alsof je echt door die weerstand heen moet fietsen. Juist, Dirk. Goed. Kom, hou vast, hou vast. Laatste meters. En rust. Kun je snel wisselen. Zaten we over. 3, 2, 1. Yes, gaat ie. Oh, oh, jongens, kijk eens. Wat... Cheaten, ben je? Je bent aan het cheaten. Goed, tenen naar je toe, Rocky. Tenen naar je toe. Oh, juist, ja, goed. Ja, ja, ja. Blijf spanning leveren. 3, 2, 1. En rust. Klaar. Oké. Okay. Prima. Hoe was dit? Ja. Je voelt het wel, hè? Ja, je voelt toch wel wat branden. Zeker, ja. Zeker weten. Ja, en ik kan me ook voorstellen, dit is eigenlijk wel iets wat voetballers misschien wel het minst leuk vinden. Ja. Dat je gewoon het liefst op het veld staat. Ja. Maar ja, wel heel belangrijk. Nee, het is heel belangrijk. En ik vind het vooral heel interessant om te zien dat je een fiets op meerdere manieren kan gebruiken. Nu gebruik je hem voor de interval. Dat was best pittig, maar je kan dit bijvoorbeeld ook voor een hersteltraining gebruiken. Nou, en met de gewichten precies hetzelfde. Maar zo'n apparaat, of deze apparaten, die hebben de mensen thuis misschien wel niet staan. Nee. Maar we hebben wel een hele leuke challenge voor ze. Daarvoor moeten we even gaan verplaatsen. Ja. Dus let's go. Let's go. Nou Dirk, ik ben benieuwd hoor. Dong. Superleuk dat je erbij bent. Ja. We gaan onze benen trainen. En ja, daar hebben we een mooie challenge voor. Dat heet dus de Wall Sit Challenge. Ken je die? Ja. Gaan we die even met z'n drietjes op een rij doen. En dan gaan we kijken wie dat het langste volhoudt. Gezellig hè? Ja, dit is wel. Misschien moeten we er een kopje koffie bij doen. Ja. Een beetje thee. Begin er nog niet te branden. Nee. Oké. Okay. Jawel. Nee, nee. Nee, ja. Nee, dit kan je wel even volhouden hoor. Dit kun je dus thuis ook doen. Ik vind wel, als we die zeg maar, filmpjes na gaan kijken, dan moeten die knieën wel horizontaal staan. Want als je hoger gaat, dan is het minder zwaar. Oh, oké, jongens, geef het er niet op. We moesten dit toch maar een half minuut doen. Gaat het nog? Ja. Je mag stoppen, hè, als het niet meer gaat. Nee. Waar begin ik? Denk... Ja, ik ben... Oh, shit. Je hebt het wel vaker gedaan, hè? Ja. Mijn bovenbenen beginnen ook... Ik geef aan jou de overwinning. Goed gedaan. Oké. Dong, gefeliciteerd. Ja, je gefeliciteerd. Ja, dit heeft ze echt vaker gedaan, dat kan niet anders. Eigenlijk, ook als ik naar je kijk, heb je net zulke benen als Matthijs. Ja. Dirk, jij ook weer bedankt. Ja. Hey, als je nu thuis zit te kijken en jij denkt, dat kan ik ook en dat kan ik veel langer. Nou, dat kan natuurlijk. Film jezelf terwijl je zit. Hou de tijd ook bij. Upload die film. En dan plaats je hem natuurlijk en dan gebruik je de hashtag KPN trainen als Oranje. En dan maak jij kans om samen met je team die hele speciale voetbalkliniek te winnen op de KNVB Campus. Ik ben heel benieuwd hoe lang jullie kunnen gaan zitten. Succes en tot de volgende keer.